Aangenaam, ik ben Mitchell Fitz-James. Ik ben directeur van een produceriefabriek. Wat gaat uw bedrijf presenteren op de beurs? Oké. Ons bedrijf, dus namelijk nou dit alvast zeggen, voordat men de waar raakt, 72 is, is de hoofdafdeling in Nederland en de fabriek is in Suriname. Oké, we vallen onder 72. 72 gaat een stukje exclusiviteit produceren op de markt. En waarom zeg ik exclusiviteit? Omdat wij een dusdanig product hebben. Het is, je denkt van het is produceriepulp, maar ten eerste het voldoet aan alle internationale voedselveiligheidsstandaarden. Het is iets dat sowieso ook wordt gepasteuriseerd, dus de houdbaarheid wordt extend. Het is ook een bepaald product waarmee je dus heel veel dingen kan doen. Je kan bijvoorbeeld smoothies maken, je kan ijsjes ervan maken. En het is ook een health product, hè? Het is een superfood. Dus ook voor de medische afdeling, medische sector, is het ook heel erg gunstig. En dat zullen wij dus presenteren. Behalve dat zal het ook zo zijn dat we, behalve dat we ons product natuurlijk presenteren aan op de beurs, hebben we ook een bepaalde ideologie. En dat is natuurlijk, net wat ik al zei, van een stukje werkgelegenheid scheppen voor de Surinaamse samenleving. Omdat we dus met een project bezig zijn. En zo'n project is een heel groot project waarmee we bezig zijn. En we proberen op die manier ook een stukje werkgelegenheid te scheppen voor mensen. Onze fabriek is op dit moment bezig te groeien. Accommoderen van mensen. En we hebben verschillende projecten. Dus je hebt dus de fabrieksverwerking, maar je hebt ook de aanplant. Toch? En dat is weer een hele aparte afdeling. Dus dat is eigenlijk wat we dus presenteren, een stukje exclusiviteit. En op die manier proberen we dus ook Suriname op de kaart te brengen, omdat we dus ook internationaal gericht zijn. En we zijn tot de conclusie gekomen dat er op internationaal gebied heel veel vraag is naar Acai. Acai is de wetenschappelijke naam van produceren. En het is gebleken dat Suriname heel potentieel is hiervoor.